Daar is ze hoor. Ja, kijk. Ja, kijk daar staan. Ja, ze beweegt inderdaad nog steeds best wel schattig. Je kan je bijna niet voorstellen dat deze Pokémon een slechte Pokémon is op dit moment. Die helemaal gek is geworden. Dit ziet er gewoon nog steeds best wel leuk uit, toch? Yo, Nintendo fans. Welkom bij een nieuwe Pokémon Legend Arceus video. Vandaag moeten we deze trappen beklimmen. En ervoor zorgen dat Lilligant even lekker gaat chillen. Want Lilligant is ook problemen aan het maken, net als Cleaver. Hallo meneer Adaman. Die zegt, hé, je bent gekomen. En dan vraagt hij, denk je dat je klaar bent? Ja, ik ben sowieso klaar, man. Ik ben ready. Ben je ook ready? Knal dan een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en zet het belletje aan. En dan gaan wij kijken naar Lilligant, die volgens Adaman heel erg knap is en gracieus en dat soort dingen. Oh, en daar zijn de andere twee die mij willen helpen. Kalaba heeft eerst die andere chick geholpen. En Adaman die excuseert zich zo van, ja, sorry man, sorry dat we je hulp nodig hadden. Dit hadden we ook al zelf op kunnen lossen, maar toch niet. En Arezu die wilde sowieso allemaal alleen oplossen. Nou, laten we gewoon lekker met z'n allen gaan samenwerken. Toch? Arezu zegt, luister, de vrouw van de rand, Lilligant. Klinkt een beetje gek, maar dat is letterlijk wat er staat. Ze is een danser. Ze beweegt altijd. Je moet heel erg goed op te letten en haar moves ontwijken. Ik moet blijven ontwijken, zegt Adaman. En dan kan je je eigen Pokémon gebruiken en jezelf bewijzen. Maar weet je, ik wil mijn eigen Pokémon denk ik niet gebruiken. Bij Cleaver ging het veel beter toen ik gewoon van die zakjes bleef gooien. Dus dat ga ik hier ook lekker proberen. Oh jee, het is nogal mistig hier, jongens. Het is nogal behoorlijk mistig. Lilligant! Waar ben je? Oh, daar. Windvlam. Oh, holy moly, joh. Wat doe je allemaal? Daar is ze, hoor. Ja, kijk. Ja, kijk daar staan. Ja, ze beweegt inderdaad nog steeds best wel schattig. Je kan je bijna niet voorstellen dat deze Pokémon een slechte Pokémon is op dit moment. Die helemaal gek is geworden. Dit ziet er gewoon nog steeds best wel leuk uit, toch? Lady of the Ridge, Lilligant, let's go. Oké, we moeten dus weer van die zakjes gooien om het te kalmeren. En dan moet ik strakjes eventjes ontwijken. Ik denk dat ik nu moet ontwijken. Oh ja, kijk, ze begint te springen. Oh, ze begint nog meer te springen. Oh, oké, ik moet ver weg. Ik moet ver weg van haar blijven. Anders gaat het helemaal niet goed. Ik heb nu één balkje ervan af. Ik denk dat ze of nu een nieuwe move leert, of ze gaat vaker springen. Oeh, dat was echt close. Oh, wat gaat ze doen? Wat gaat ze doen? Holy moly. Wow, daar moet ik overheen springen. Ja, nog een keer. Nee. Doet ze nou gewoon twee keer, joh. Dat was niet eerlijk, hè. Die had ik niet verwacht. Ik dacht, je doet dat gewoon één keer. Ja, daar komt die andere weer. Wat? Ze flots. Er overheen springen. Lekker. Dit gaat goed. Dit gaat goed. Ja, lekker. Oké, cool. Ik moet nog één keer raken, denk ik. Lekker, man. Ja, volgens mij kan je dit gewoon beter doen zonder je eigen Pokémon eruit te gooien. Tenzij je eigen Pokémon knijtersterk zijn. Maar mijn Pokémon zijn nog niet super sterk. Die moet ik nog een klein beetje gaan trainen, denk ik. Maar ja, dus doe ik het maar lekker op deze manier. Lilligant kalmeren. En je ziet het. De gele meuk gaat van er weg. En ja, dit is hoe ze eruit hoort te zien, toch? Hoppakee, allemaal 2000 XP. Ja, Stunky nog steeds level 36. Dat is wel een behoorlijk sterke Pokémon. Die had ik natuurlijk wel kunnen gebruiken hier. Ik bedoel, poison tegen grass. Dat had wel moeten lukken, denk ik. En we krijgen de Meadow Plate van Lilligant. En daar komt de rest ook aan, hoor. Inclusief Bibarrel. Adaman zegt, dankjewel, je hebt Lilligant gered. En je hebt Arezu ook gered. Oh, dankjewel allemaal. Eerst Arceluna en nu Lilligant. Je bent echt geweldig. Nou, dankjewel voor al deze complimenten, joh. Arezu zegt, het past helemaal niet bij Lilligant. Dat ze zo lijp was. Ik ben zo blij dat ze weer normaal is. Ja, ik ook, Lilligant. Het ziet er inderdaad veel beter uit. En Adaman zegt tegen Arezu, jij moet aan nog iemand even je excuses aanbieden misschien. En Arezu zegt, aan wie dan? En Kalaba, die zegt, ah joh, maak je geen zorgen. Jonge mensen raken nou eenmaal soms in de problemen. En herinner je nog wat er in Solation Ruin staat? Op dat ding op de muur? Al dat leven raakt ander leven aan om iets nieuws te creëren. Iets nieuws en levend. Nou ja, dat is toch, lijkt me een prachtige, hele diepzinnige quote. Kalaba zegt alleen maar tegen Arezu, probeer niet alles allemaal zelf op te lossen. Je bent een warden, je zou dat op zich moeten weten. We moeten gewoon samenwerken met elkaar en met Pokémon. En dan komt alles altijd helemaal goed. Nou, dat vind ik een mooie samenvatting. Ja, Lilligant is wel een leuke Pokémon, hoor. Deze twee passen ook wel bij elkaar. Arezu lijkt wel een beetje op Lilligant. Ze hebben volgens mij zo'n beetje hetzelfde kapsel. Kijk maar. Ja, dat lijkt er wel op. Alleen een ander kleurtje. Holy moly, check die grote Roserade daar. Zouden we die kunnen pakken, die Roserade? Zouden we deze Alpha Roserade kunnen pakken met Stunky? Oh, ik bedoel met Skuntank? Ik denk het niet. Nee, Roserade is level 50. Skuntank, we gaan weg. Dit gaan we niet doen.
Hé, hey, we gaan gewoon... dit gaan we niet doen, jongens. We gaan gewoon weg. Level 50 is nog een beetje te sterk. Doei! Doei, Rose Raid, mazzel! Oké, ik wil terug naar het dorp, maar Volo die komt even langs en die zegt... Wow, ik zag dat het... De bliksem, dat wat uit Space Rift kwam, dat nu ook weer weg is. We weten nog steeds niet wat die bliksem allemaal veroorzaakt. Maar ga maar gewoon door met al die Pokémon te redden en dan zal het ongetwijfeld goed komen. Misschien verander je wel de hele geschiedenis hier in Hisui. En daar wil ik getuige van zijn. En daar zijn we weer door. Gezellig. En Benny zegt, jij hebt die Lilligant gevonden door de geur van mijn mochi, of niet? Ja joh, vast wel. Als jij een veer in je reet wil, dan steek ik die hem er wel in, hoor. Ik ga even mijn Stardust bij deze gasten verkopen. Hoppakee, 4 Stardust, 4000 Pokémonies. En dan gaan we eens even kijken wat Kamado te vertellen heeft. Deze persoon heeft in ieder geval een sidequest voor mij zo te zien. Mijn zusje, die is verdwenen. Die is in de Mirelands. Kan je haar alsjeblieft opsporen? Oké, als ik tijd over heb en zo en zin, dan doe ik dat wel. Maar ik ben bezig met hele belangrijke dingen. Of niet, meneer Kamado? Jee, je hebt Lilligant gekalmeerd. Goed gedaan. Het lijkt wel een tijd dat de Galaxy Core moet vechten tegen Pokémon. Maar het is alleen maar om een nieuw huis te maken voor ons. Een nieuw thuis. En toen vuurde iemand uit de lucht. Vanuit de rift in de spacetime. Er kwamen frenzy Pokémon, gekke Pokémon. Maar. En nu vraagt Kamado. Hey, heb jij daar misschien niet iets mee te maken of zo? We moeten dit rift zelf gaan ontdekken. Wat daar allemaal gaande is. Nou, we gaan weer even lekker aardappeltjes eten, joh. Ik krijg even een nieuw receptje voor Scatterbangs. Daarmee kan ik volgens mij wilde Pokémon wegjagen. En we zijn er weer bij de volgende dag aangekomen. Lekker geslapen. Even lekker een beetje strekken. Ja, strek die armpjes maar. En Arezu, die noemt me een slaapkop. Ze zegt, je raadt het nooit. Ik ga hier werken bij de kapperszaak. Je bent Lilligant's warden en nu bent je opeens kapster. Nou, blijkbaar kan ze allebei. Ja, die andere gast die stemt er ook mee in. Kamado, die komt me weer halen hoor. Die zegt, meekomen naar Prelude Beach. Dit is waar het allemaal begon, jongens. Hier ben ik uit de lucht gevallen op mijn bakkes in het zand. En dit zijn allemaal nieuwe mensen die hier zijn gearriveerd in Hisui. En ze gaan met ons samenleven in Jubilife Village. Deze meneer stapt naar voren. En die zegt, ja, er wonen hier toch hele krachtige, sterke en enge Pokémon. Maar de Galaxy Team gebruikt ook zijn Pokémon voor de mysterieuze krachten hier in Jubilife Village. Ja, klopt ja. Ja, Pokémon zijn nogal belangrijk hier in dit Pokémon spel. Nou, zij gaan lekker meehelpen in het stadje. Ja, zij zijn wel rustig met de boot gekomen. Ik ben uit de lucht gevallen. Kamado vraagt aan mij, je houdt echt van Pokémon, hè? En nu kan ik ook zeggen, nou, niet echt. Maar ik zal maar gewoon zeggen, ja, dat klopt. Kamado vindt Pokémon nog steeds super enge wezens, zegt hij. We moeten ze bestuderen en alles over ze leren wat we kunnen. Nou, we moeten eventjes met allemaal nieuwe mensen gaan praten in het dorpje blijkbaar. Nou, of dat doen we niet. We kunnen ook gewoon rechtstreeks naar Kamado's kantoortje lopen. Deze gast wil blijkbaar een hele grote Buizel zien. Zou ik die hebben? Oh, nee, deze is niet groot genoeg. Ik heb er nog twee, jongen. Is deze groot genoeg? Nee, deze is ook niet groot genoeg. Hoe kom ik aan zo'n grote Buizel dan? Oh, moet ik een Alpha Buizel gaan vangen? Dat is het, denk ik, ja. Kijk trouwens, die Magikarp beeldjes daar boven op dat gebouw. En die Galarian Weezing beeldjes ook. Of beseffen ze nu nog niet dat dat een Galarian Weezing is? Dit is interessant. Zou die al bestaan, de Galarian Weezing? We krijgen hier de volgende orders van Kamado. We moeten naar de Cobalt Coastlands. Oftewel, weer naar een nieuw gebied. Maar er zijn geen Pokémon Nobles in Cobalt Coastlands. Dus er zijn daar geen Pokémon die regeren soort van over dat gebied om te beschermen. En Irida die wil het even uitleggen. We hadden wel een lord, tot een paar jaar geleden. Maar toen gebeurde er wat. Maar er zijn rare figuren die op schaduwen lijken daar. Sommige mensen worden gewoon aangevallen door spoken daar op Firespit Island. En dat kunnen wij natuurlijk niet toelaten. Normaal gesproken zouden we de warden daar vertrouwen. Maar haar situatie is een beetje moeilijk. Voor de rest wordt er nog niks uitgelegd. We moeten daar dus gewoon naartoe. Hallo Celine. Die bevestigt dat we dus daar de Cobalt Islands moeten. Maar we moeten nu 3 sterren hebben. Potverdikkie, dat hebben we nog niet. Dus we moeten gewoon even snel knijten veel nieuwe Pokémon vangen. Moet ik alleen mijn Pokéball raak gooien? Dat blijft een ding. Dat blijft af en toe lastig, jongens. Hoppakee. Dat is nummer 1. Pak hem! Ik vind het wel fijn trouwens dat hij nu niet meer 3 keer tikt. Dat hij gewoon 1 tikkie geeft en dat je hem dan hebt gevangen. In deze game gaat alles zoveel sneller. Dat is echt nice. Zouden we hier ergens een nieuw Pokémon kunnen vinden? Ik zie daar wel gekke Ursula Ringy en Teddy Ursa'tjes. Ik wil Teddy Ursa vangen. Let me catch that Teddy Ursa. Teddy Ursa. Yeah. Let's go. Nee, niet. Teddy Ursa's willen niet gevangen worden. Maar ik heb er toch 1. Lekker. Oh, Ursaring wordt boos. Kijk, Ursaring wordt boos, jongen. Oeh, daar loopt de Ralts.
Oh, die rats die moeten we wel hebben, man. Oké, die rats loopt nu naar onze kant toe. Kan ik een smokebom maken of zo? Nee, ik heb die spullen allemaal niet meegenomen. Even wachten tot hij zich omdraait. Ja, hij draait zich om. Volgens mij. Ja, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go, let's go, let's go, let's go. Ja, lekker. Oké, cool. Cool, cool, cool. Kom op, ik wil die rats. Ja, lekker. We hebben level 16 rats gevangen. Oh, kijk, Gastly. Gastly, jongen. Draai je om. Goed zo. Goed zo, goed zo, goed zo. I wanna catch the Gastly in my pokeball. Brr, brr, brr. En het lukt nog ook. Lekker. Alleen ja, om Gengar te krijgen moet je traden. En dat is misschien wat minder handig. Oké, zullen we nu genoeg punten hebben om die 3 sterren te kunnen fixen en naar het nieuwe eiland toe te kunnen? Ik heb 26 Pokémon gevangen zojuist. Een aantal nieuwe ook. Ik krijg 8000 Pokémonies voor. Best wel veel nieuwe dingen in de Pokédex, denk ik ook. We hebben 710 punten nodig. Oh, ik moet nog steeds 160 punten. Oké, dan ga ik nog even door. Oeh, kijk hier opeens een Lickitung. Oké, die heb ik nog niet eerder gezien. Oh, daar loopt er nog één. Alright. Ik vang hem natuurlijk ook weer precies niet. Kom nou. Kom nou, dit is mijn laatste pokebal, jongen. Dankjewel. Dan kunnen we Bwizzle nog evolven. Oh, dat is ook wel vet. Het blijft elke keer weer cool, jongen, als je een Pokémon evolved. I love it. Ik vind dit schermpje heel cool. Die ogen daar zo. En daar is die hoor. Onze Floatzel. Super grappig. Met die soort van drijfband om hem heen. Oké, heb ik nu de laatste 160 punten? Ja hoor, nice. Mag ik nu een extra ster? Ja, lekker. Hè? Eindelijk 3 sterren. Ja, dus vaak als je naar een nieuw gebied moet, dan moet je ook een nieuwe rank halen. Want anders mag je daar niet naartoe. We krijgen ook recept voor Great Balls nu. Kijk maar, hoppakee. Volgens mij kregen we ook zelfs wat Great Balls van Celine. Dat is wel ook wel aardig en handig. Oh nee, we hebben geen Great Balls gekregen. Ik dacht even dat ze heel gul was, maar nee, helaas. Hey, Lion. What up? Kleine makker. Hij zegt, ja, dat je niet verwacht had dat ik hier in jouw dorpje was. Waar ga je nu naartoe? Ik ga naar de Cobalt Coastlands. En hij zegt, Palina is wel een bepaalde vibe daar, ja. Ze is een warden, maar ze heeft geen noble. Oh, oké. Sommige mensen doen daar heel lelijk om, maar niet in de gezicht. En verder legt hij nog wat uit over stenen en upgrades, zoals deze grit pebbles die je kan gebruiken. En grit gravel die je kan gebruiken. Daarmee worden je Pokémon sterker. Maar ik wil nu gewoon naar de Cobalt Coastlands. En die zijn hier rechts bovenin. En natuurlijk gaat Leventer weer mee. Ik kijk weer als in mijn thumbnail. Wow, oké. Dit ziet eruit als een hele mooie baai daar zo. Ik weet niet wat die 2 punten daar achterin zijn. Lijkt een soort van pincerpunten of zo. Die uit de grond steken. Moet dan wel een alpha pincer zijn uit de oudheden of zo. Kijk, ik sta nog steeds met mijn bek vol tanden zo te zien. Dit zijn de Cobalt Coastlands. Een mooi uithoekje van Hisui. Hier zijn vooral watertypes en flying type Pokémon. En hij gaat lekker fotograferen, zo te zien. Dit is blijkbaar een vulkaan hier zo. Cool, dus er zullen ook Fire-type Pokémon zijn. Nou jongens, in deze video heb ik trouwens best wel veel nieuwe Pokémon gevangen. Kijk, die staan hier allemaal. Lickitung, Gastly, Zubat, Ralts heb ik gevangen, Pachirisu. En ik ben wel benieuwd welke Pokémon jullie vinden dat er in mijn team moet. Moet ik bijvoorbeeld Ralts er maar eens in doen? Maar die is alleen nog maar level 18. Of misschien kom ik hier wel een hele vette Pokémon tegen die ik in mijn team kan doen. Nou, laat even weten in de reacties. Ik ben heel erg benieuwd. Irida die begint een Pokémon te roepen, denk ik. Dit is wel een ander melodietje dan de normale melodietjes. Ja, het klinkt goed, Irida. Dat doe je goed. Ik vind het allemachtig wat prachtig dit. Of doe je dit gewoon om tot rust te komen? Oh, wat? Ze wil battelen? Nou, dat gaan we dus even lekker doen in de volgende aflevering. Als je dat wil zien, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Laat even een reactie achter. En dan zie ik je gewoon bij de volgende video. Mazzel!